VVS 33 Ermelo tegen Hoek is afgetrapt vandaag op zaterdag 9 april 2022. Hoek begint met de bal. Terwijl DVS nu gelijk Kenneth Anikora aan de bal heeft. Achterlijntje gaat zoeken, maar die speelt hem een paar meter te ver voor zich uit. We zijn begonnen. Goede variant van de corner. Nou, alweer, Roemion. Gaat zijn man voorbij? Gaat ze 16 meter binnen? Nee, kan daar geen vuist maken. Tweede bal voor DVS. De bal wordt erin gebracht door El Ablak naar... Een grote kans voor Kruisheer. En die kijkt ook even de scheidsrechter vragend aan van... Hey, ik werd daar wel iets gehinderd, maar Ter Braken die daar niks in zag. Veel balverlies over en weer. Kruisheer, bal tegen de hand van een speler volgens mij. Anikora nu kan een steekbal geven. Dat is Van Dijk met zijn linker. Beetje onder hem geschoten. Goeie redding. DVS mag de bal overnemen. Adriaan Kruisheer creëert ruimte voor zichzelf. Geeft... Hey, Roemion, ja, dit is een penalty. Ja. Toch? Efren die komt eraan gesprint en die zal vragen om meer dan geel, denk ik. Ik weet het niet. Dit... Roemion werd door uit de lucht getrokken. Hij gaat maken, denk ik, hoor. Lange aanloop. Komt-ie. Houd het nog even spannend. Schiet hem gewoon keurig binnen. Zo komt DVS op een 1-0 voorsprong. Doelpunt te maken. Anikora. Het is weer 11 tegen 11. Hij zit op pannenvoetbal, die nummer 22. Ja. Twee keer achter elkaar. Harry Pinashi. Kruisheer weer een beetje lastig dat hij uitkomt. Goede bal daar. Gaat Hoek een kans krijgen. Schiet voorlangs. De Lanoy. Mooie bal op. Hey, doelpunt! Goeie bal was dat op Jeremy Jonker. Voorzet. Anikora prima bediend. En 2-0 DVS. Goeie voorzet. En de tweede goal van Anikora. Deze eerste helft. Leuk voor hem. En leuk voor DVS. Van Dijk loopt het goed dicht. Nu Anikora. Die wilde gewoon doorheen. Kruisheer. Anikora. Gaat neer. Vrije trap. Versierd. Ik heb het idee dat die muur wel iets naar achter kan. Ja, maar het is wel een mooi plekje hoor. Kruisheer. Gewoon scherp over de muur heen. We hebben geen muur liggen bij Hoek. Komt ie. Oh, de kracht. Oh, de redding. Van die keeper zeg. Ja, die heeft niet voor niks handschoenen aan. Zo. Dat is goede redding. Jordi. De jongen. Input van de bal afgelopen. Maarten van Dijk. Nu overname. De bal naar Roemion kan hij meenemen. Net een beetje ongelukkig. Zonder dat hij hem op zijn hak kreeg. Ja, bij 3-0 is het wel helemaal beslist. Dat zou... mooi zijn. Ja, na een uur spelen. Ja. Avontuur naar Sime El Ablak. Schot was beter. Bal de 16. Efre kan uithalen. Tim van den Berg. Ja, het is Tim van den Berg. Bekroont een vlag prima blijft pot. Naar beneden. Ja, bekroont een prima pot met een intikker bij de tweede paal. Tim van den Berg. Ja, Bokker met wat geluk. Tariq Efren raakt hem niet helemaal lekker. Hij wordt geknuffeld. Echt geknuffeld. Hai.
is al een paar keer het slot op de deur geweest, maar staat daar nu ook op de goede plek. En maakt 3-0. Opletten. Paal. Bal op de paal. Deze gaat over de goal. Goeie bal van Adriaan Kruijsheer. Of is hij net te hard? Nee. Maarten van Dijk. Harry Pinassi. Gaat schieten. Niet onverdienstelijk. Gaat hij er nog in? Nee, hij gaat op het dak van het doel. Mooie redding. Keeper De Jonge met één hand. Zwabber in de bal. Ja. Mooie schot van Harry Pinassi. Valstaar goed doorgejaagd. Berhout. Van de bal gezet. Maar beetje blind de bal zomaar gegeven aan Lars Dekker. Maarten van Dijk. Maarten van Dijk. Een soort stiftje wou die... Iets te speciaal. Jeremy Jonker of Quincy Veenhoff bereiken. Quincy Veenhoff. Quincy Veenhoff dreigt met de schot. Wil hij 1-2 aangaan. Kijk eens wat een fantastische actie wil ik zeggen. Dat hij ook nog afgerond is. Een goal. Ja! Hij pakt hem nog mee. Mooie actie door het midden. En 4-0 hier. Goeie goal hoor. Mooie combinatie. Alle tijd ook wel gekregen van Hoek om te combineren. Maar Kruijsheer prima aanspeelpunt. 1-2 komt aan. In de tweede instantie. Keeper trapt de paal door midden. Van Hoek is er een beetje klaar mee. Voert 4 doelpunten tegen. Peter Wesseling, gefeliciteerd met deze prachtige 4-0 overwinning. Mooi begin in de derde periode. Ja, eens. Dus nieuwe periode. Kijk, 4-0, mooie uitslag. Maar de manier waarop is voor mij lekker om te zien. Heel prettig. Er vallen eigenlijk geen onvoldoendes, hè? Nee, heel solide. Zag er gewoon goed uit. Waren sterk aan de bal, comfortabel aan de bal. Verdedigend goed. Gelijk druk erop. Stonden goed georganiseerd. Ja, en eigenlijk vanaf minuut 1 het heeft in handen genomen. En hoe ik eigenlijk het gevoel gegeven dat ze vandaag niks te halen was voor ze. Eerste kwartier heel goed van DVS. Daarna even dat wegvallen. Ja, door eigen fouten breng je de tegenstander dan toch nog hier en daar in stelling. Ja, in de rust ook gezegd. Het was even een moment, denk 10 minuten, dat zij iets meer de bal hadden. Omdat wij de bal, onze kracht was met name dat we voorin eigenlijk steeds de bal konden vasthouden. Goed steeds mensen tussen de linies. Zij niet door durfden dekken of konden dekken. Dus dat we steeds aanspelpunten voorin hadden en door konden voetballen. En dat was even weg, 10 minuten. En dan, toen namen zij het een beetje over. Maar dat was uiteindelijk maar 10 minuten. Ablak mag maar hooguit één zo'n balletje breed geven een keer. Maar daarna niet meer, hè? Nou ja, maar hij geeft natuurlijk veel meer van dat soort ballen. Dus in plaats van achteruit op het laatste moment lang wachten. En dan toch nog de bal door de linie heen spelen. Ja, ik vind dat de kwaliteit van hem. Het is aan hem om in te schatten wat nog wel en wat nog niet kan. En er was er één bij, die moeten niet spelen. Maar ja. Maar wederom daar weer vanaf die rechterkant waar Nicky van Hilten eigenlijk zo gemist wordt, maar heel goed ingevuld wordt momenteel. Daar kwam die penalty uit en natuurlijk de doelpunt van Anin Cora via die prachtige voorzet van Jeremy Jonker. Ja, wat ik al zei, ze hadden heel veel moeite met tussenlinies komen van onze buitenspelers, zeg maar. Dekken op het laatste moment dan toch door. Ja, en als je dan een back hebt die op het juiste moment start. In dit geval Jeremy, kun je vrijkomen. Is extra wapen van ons. Ja. Het lijkt alsof hij zich daar aan de rechterkant met dat opkomen als een vis in het water voelt. Kost wel energie. En je moet met name goed kunnen inschieten of in kunnen schatten wanneer je moet komen. En hij is natuurlijk heel comfortabel aan de bal. Maar hij heeft ook gevoel voor ruimte. Die gevoel van ruimte had Tim van den Berg zelfs ook mee opkomen. Centrale verdediger en precies op de juiste plek staan. 3-0. Ja, nou leuk voor Tim.
Maar we bedoel, wat misschien een beetje, of niet gezien, ik heb het nog niet veel gehoord, maar speelt eigenlijk al het hele seizoen zo subliem. Verdedigend, samen met Tariq, echt wel een geweldig centrum. Vandaag mag hij dat bekronen met een goal, maar gewoon een fantastische wedstrijd gespeeld, wederom. Kortom, prettige wedstrijd en de hele ploeg subliem. Ja, jammer dat Stef en Ali wegvallen. Want ja, je wil eigenlijk zo compleet mogelijk zijn. En als we dat voor elkaar kunnen krijgen de komende weken, dat we heel kunnen blijven met elkaar, dan hebben we heel veel kwaliteit. Ja. Nog 10 wedstrijden, 30 punten. De 30 plus 3 is 33 punten. Zo, jij zit op de hogeschool gezeten. Nee, klopt. Volgens mij is dat 33, ja. Tim van den Berg, alweer een tijdje geleden dat je voor de camera van DVS TV was. Allereerst van harte gefeliciteerd met je Man of the Match. Ja, dank u wel. Dat was een goede wedstrijd, denk ik. Ja, een heerlijke wedstrijd. En je ruikt alweer een beetje de drank. En dat heb je ook echt verdiend, hoor. Ja, zeker. We gaan goed drankje opnemen vanavond. Ja. Maar goed, ik weet dat als je één slok neemt, dan ruikt de andere die het nog niet gedronken heeft, die ruikt dat meteen. Dus het is mij ook niet vreemd, hoor. Maar goed, Tim, al wekenlang presteer je echt werkelijk op een niveau waarvan je zelf vindt dat je moet zijn. Ja, dat vind ik wel. Tenminste, voor mij is dat niet meer dan normaal, denk ik. Ik denk dat gewoon je best doen en je ding doen. En dan komt het vanzelf wel, denk ik. Maar toch zeg ik ze nu en al van, hij tikt weer een beetje aan het ouderwetse eredivisieniveau. Dat heb je wel gespeeld. Ja, dat heb ik gespeeld, ja. Dat was mooi zeker. En ja, als je dat hebt gespeeld, vind ik ook weer dat je hier dat niveau moet laten zien. Het begin was een beetje zoeken, maar we beginnen weer een beetje terug te komen, ja. Ik noem die altijd de kopkampioen en dat is natuurlijk ook duidelijk. Je bent gewoon de heerser in de lucht en zeker tegen zo'n Schalkwijk is dat donders belangrijk. Maar je laat je voeten ook zo nu nou spreken. Ja, door de lucht gaat het meestal goed. Met de voeten gaat het meestal ook wel goed. Dus, maar vandaag weinig kopballen, denk ik. Weinig kopduels. Dan maar met je voeten. Geniet je van zo'n middag? Ja, zeker. De laatste tijd gaat het sowieso al wel beter, vind ik. Maar ja, zoals tegen Dovo speel je een goede eerste helft en tweede helft zakt het wat weg. Dus het is mooi dat we nu de hele wedstrijd dat vol kunnen houden. Jammer dat je tegen Lisse niet op lekker egaal kunstgras kan spelen. Ja, dat was niet het beste veld. Nee, laat dat duidelijk zijn. Maar ja, daar moeten we ook mee dealen. Helaas was dat voor ons een nederlaag, maar het zij zo. Had je van Hoek meer verwacht of komt het gewoon door het goede spel van DVS dat Hoek er niet aan te pas kwam? Nee, ik had wel wat meer van Hoek verwacht. Vorige keer vond ik ze vrij stug. Ook vooral verdedigend, inzakken. Maar vandaag hielpen ze ons ook wel een beetje, vond ik. Veel balverlies, matige opbouw. Dus, ja. Maar ja, daar profiteerden wij goed van. Dus. Heel goed geprofiteerd. Hey, geniet zometeen van je colaatje. Komt goed. Fijn weekend. Oké, doeg.